De verbazende Sjor, hij schijnt met wisselend succes bestuurd. Er werden soms goede, maar vooral minder goede beslissingen genomen. Niets is perfect, maar het is wel verontrustend dat er in het stadhuis hoe langer, hoe minder naar de burger geluisterd wordt. Beroepspolitici hebben steeds meer de neiging vanuit een fundamentele overtuiging beslissingen te nemen, zonder de praktische gevolgen voor de burger daarvan in overweging te nemen. Bijna onvermijdelijk pogen ze zich bovendien aan de macht vast te klampen als een doel op zich. Dat alles maakt natuurlijk in onze stad de kloof steeds groter tussen ons, de Gentse burgers en de beroepspolitici. En hun partijen die over het gebruik van ons belastingsgeld beslissen. Informatiemomenten worden zelfs binnen de gemeenteraad dermate georganiseerd dat niemand het bos tussen de bomen ziet. En de burger eigenlijk als idioot behandeld wordt. Straks komen die beroepspolitici terug onder nummertje opvoer om de stemmen van de burger te krijgen om de volgende 6 jaar een ander niveau door te krijgen. En doof te blijven voor de burger. Ook in onze stad heeft dat de voorbije jaren aanleiding gegeven tot de bekende schandalen. Wij, Gentse burgers, hebben daar genoeg van. We willen in dialoog gehoord worden door de beroepspolitici. Vanzelf zullen wij die inspraak duidelijk niet krijgen. De eenvoudigste manier om dat af te dwingen is zelf minstens in de gemeenteraad aanwezig te zijn om de stem van de burger door te laten nuren en om de bevolkingen correct te informeren omtrent genomen beslissingen. Zonder propaganda, zonder ideologie. Gewoon praktisch. We gaan voor deskundig bestuur. Bij de Gentse burgers zijn mensen van verschillende leeftijden actief. Arbeiders, net zoals zo goed als studenten, zelfstandigen, ambtenaren, bedienden. Wij hebben dus geen goed woord, wel een open uur voor praktische uitdagingen. We zijn niet anti, maar we willen wel de onderaanwezigheid dwingen onze stad, zowel het centrum als de buitenwijken, behoorlijk besturen en rekening houden met de echte bekommernissen van de burger. Wij willen dus geen partijen zijn met antipolitiek als doelstelling. Daar zullen de bestroende partijen zelf waarom op ver. Wij willen samenwerken met om het even wie, op voorwaarde dat er gewerkt wordt in functie van de Gentenaren en met respect voor de burger zijn of haar mening. Dat betekent dat we bewust niet de suffeeste partijen willen zijn. Wij hebben wel de vorm van een partij nodig om aan verkiezingen te kunnen deelnemen. Het 20-puntenplan van de Gentse burgers vindt dan ook op onze website www.gentseburgers.be.